Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een informatiebijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties geaccrediteerd bij Suriname. Deze bijeenkomst, die in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken is georganiseerd, is gisteren gehouden. Het doel van deze sessie is om informatie te verschaffen over de voorbereidingen die worden getroffen in het kader van de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020. Minister Ildis Polakbigli van Buitenlandse Zaken informeerde de aanwezigen dat deze sessie gehouden wordt, zodat zij relevante informatie en feiten over het verkiezingsproces uit de eerste hand krijgen. De minister benadrukte dat onder andere de democratie hooggehouden moet worden. De minister ad interim voor Binnenlandse Zaken, Rabin Parmisser, heeft kort het belang van goede voorbereidingen voor transparantie volgens geregistreerde internationale standaarden aangegeven. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft de activiteiten met betrekking tot ordehandhaving en veiligheid belicht. Terwijl de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau OKB, Jennifer van Dijk-Silos, uitleg heeft gegeven over de taken, de rol en de bevoegdheden van het OKB, als ook van de relevante organen daaraan verbonden.